bijnaam? Ja, Gerard Vis. Hey, normaal heet ik Gerard Kromp. En hoe komt dat dat je Gerard Vis? Omdat ik altijd in de vis gewerkt heb vroeger. Ja, waar heb je gewerkt? Aan de haven en in de viszaak, net zoals dit hier. Mijn vader had een viszaak. Dus ik heb altijd vis gegeten. En nog elke dag als ik de kans krijg. En wat vind je het lekkerst? Het lekkerst? Ja, ik heb zoveel vissen die ik lekker vind. De zeebaarsen die hier liggen. Lekkere vis. Zeebaarsen. En ja, tong, zalm. Die vind ik ook heel erg lekker in zeehaven. Goed vis. Ja, dan best. Dat is schommel. Die eet ik ook wel. Ja, maar het meeste eet ik een stuk zalm. Want zalm wordt toch gekweekt? Of is dat niet ja, zo? Ja, maar ja, er wordt zoveel dingen gekweekt. Als je een koe neemt en je gras van de grond af eet, is het ook allemaal bij toestanden bij. Het water wat in de grond 50 jaar geleden is, wordt opgepompt. Er zit ook allerlei de laatste 50 jaar wat er in de lucht komt. Dus dat blijft altijd. We worden steeds immuun of we gaan er aan dood. Morgen. 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 Iedereen die ons leven in heeft bijnaam. Of familiebijnaam. Of persoonlijk een... Sorry, persoonlijke bijnaam. Nee, ik heb een persoonlijke bijnaam. Ja, welke? Mijn moeder is Paul. Die is van de Bokkum. Want hoe heet je moeder? Rita Bal, Ritje Bal. Die hebben de bijnaam van de Bokkum. Logisch dat je dus een bijnaam krijgt, anders kun je ze niet meer uit elkaar houden. Dan heb je het over iemand en dan moet je zeggen, heb ik die en die en die. Van de Bokkum of van de Wolf is, ik heb maar een paar namen. En ook de visboeren hebben allemaal een eigen naam, firma naam. Mijn vader was de visboer, koning. De jongens ook hier, hebben ook allemaal bijnaam, de lange. Ik vind het heerlijk, ik vind het gezond en... Ik ben er dol op, laat ik het zo zeggen, maar ook ik vind een scholletje eigenlijk toch een shit lekkerst. Lekker zelf bakken, maar ja, dat is, als je alleen bent, dan vind je dat dan alweer te veel werk. En het is meestal twee bokkentjes en die eet ik dan maandag of zelfs zondag, wanneer ik vind het. Ik wil vandaag lekker een bakje kibbelen. En de haring? Ja, die eet ik eigenlijk alleen bij, als het pas nieuw is. Ik eet ze wel, maar meestal een bokje omdat ik of weer wat langer bewaar. En de kibbelen vind ik lekker, die heb ik gelijk. Ziet u uit naar Vlaggetjesdag? Ja, dat kan ik altijd kijken. Ja, en ook een, dan eet ik er een haring. Ja, daar. Wat denkt u van de nieuwe haring? Zou die goed zijn? Maar ik heb al nooit een slechte geproefd, dus dat zal best. En ik zeg altijd haring, dus al de haren komen uit dezelfde zee. Dus die moeten goed zijn. Nou, de Scheveningers die komen echt voor kwaliteit bij versheid. Dat is altijd groot. Het moet fris, vers en schoon zijn. Daar gaan we voor. Ja, want u bent een echte Scheveninger? Puurzang. Puurzang, een echte schoolkop. Toen mijn overgrootvader is op de markt begonnen. Eerst met Pakenwagen, toen op Martin. Toen zijn ze groothandel begonnen. En daar vandaan zijn we weer verder gegaan in de groothandel. Nu zijn we weer kleiner geworden. De vis die we nodig hadden, kwam bij jou, die was toen niet meer een grote hoeveelheid te krijgen. Dus, en nu zijn we in een winkeltje, de jongens begonnen. De jongste. En dat is wel, wel grappig, vind ik wel leuk. Een hoop oude bekende visboeren die de visje komen halen. Vroeger was het, kon het niet op. Het werk was er ook volop. Volop vis. En nu is het wat minder met vis. Maar ja, je moet wel kwaliteit zien te kopen. Maar aan te veel vis, dat was niet altijd uit rijkdom, want er was ook uit armoede. Vooral gekookte vis. Dus. En hoe maakt uw moeder de vis? Nou, die stoofde en kookte dat. Schelvis zag je vroeger veel vis. Zie je nu minder, maar dat was toen veel verraden. Je kan er zo een stukje lekker weggebruiken. Van bij jou gebakken. Je kunt er een haasje afsnijden om te stoven. Hij kan helemaal gestoofd worden. Dus aan alle kanten kan je mee doen. Dus allemaal lekker. Stoven, koken, grillen. Je kunt ze gek niet opnoemen. Pure gezondheid. Er zitten meer eiwitten in dan een hele kip op. Hou je als Scheveninger vanzelfsprekend van vis? Dat hoeft niet hoor, maar meestal wel. Meestal als we op vakantie gaan of ergens zijn natuurlijk soms ook de vis erop. En dat is eigenlijk nooit zo lekker als op Scheveningen natuurlijk.